Meldkamer Rotterdam, hier Lifeline 2, goedemiddag. Wij vertrekken vanaf Rotterdam de Hek Airport voor een medisch incident. Heeft u meer info voor ons over? Positief, het zou gaan. Het betreft een secundaire inzet. Het betreft een vrouw gevallen van een paard. Er staat in de koppeling met de ambulance over. Ja, vrouw gevallen van paard, secundaire inzet. Wij staan in de koppeling. We gaan het regelen, dankjewel. Ambulance ter plaatse bij incident, hier de Lifeline 2, goedemiddag. Goedemiddag, Lifeline 2, voor u. Vrouw, 56, van het paard afgevallen, daarna getrapt in de buik. Niet aanspreekbaar, mogelijk neurotrauma. Heeft een bloeding in de buik, hoor ook geruis van de longen, dus wij wachten u op, over. Ja, wij komen die kant op aanvliegtijd, ongeveer 5 minuten. Hoeveel eenheden zijn er te plaatsen vanuit de ambulance? Ik sta hier nu nog alleen en de tweede ambu is onderweg, zover ik weet, over. Oké, ja. Dan zien we jullie zo meteen. Ja, begrepen, dank u. De Lifeliner 2 vliegt boven het incident. De politie in het plaats, kom eens uit voor Lifeline 2. Ja, ik zie een heel groot open zandvlak naast het incident. Staan daar enkele dieren in of kunnen wij daar landen, over? Er staan hier geen enkele dieren, gewoon met uw Lifeline 2. Ja, dan gaan wij daar de landing in zetten. Misschien handig om het slachtoffer af te dekken gezien al het zand. Zo. Ja, dat Chicago approach, expect runway, Bureau 10 center.
Roger. That's 120 to join ship system so far. Skyway 3119 is going to maintain. Goedendag. Hallo. Nou, er is al veel te plaatsen zie ik. Even de halem af, hè? Ja. Ja, dus ik zit er goed in bij de vrouw. Dus ik probeer haar kalm te stellen. Dus, Oké. We gaan eens kijken. Goedendag. Hallo. Kijken. Mevrouw, zoals u al hoorde, 56, van de paard gevallen na een trap nagekregen. Mm. Buik, niet meer aanspreekbaar sindsdien. Is al geïntubeerd. Alleen de bloeding in de buik. Weet niet wat we daarmee moeten, dus vandaar ook uw komst. Ja. Ja, goed. Ik heb al iets van vocht aangehangen. Ja, zit redelijk taat aan. Helemaal goed, man. Oké. Goed, dus de vitale waardes. Verder stabiel? Alles, alles stabiel, alleen een beetje lage bloeddruk. Maar ja, dat kan natuurlijk omdat ze waarschijnlijk gewoon bloedverlies heeft. Ja, precies. Goed. Ik stel voor dat we de borstkas gaan openmaken. En orteklem gaan aanleggen. En lijkt het mij misschien verstandig dat ze met de helikopter richting het EMC gaat. Ja, als ik dat met de auto moet gaan doen, dan doen we nog wel even over. Dus lijkt me inderdaad handig dat jij hem gewoon met de heli pakt. Ja. Komt er nog een ambu? Dat is denk ik de over de G. Oké. Goed, dan gaan we even steriel werkvlak klaarmaken. Kun jij mij daarbij assisteren, collega? Ja hoor. Oké. Top. Goed, dan is voor de eerste collega ter plaatse vooral de taak belangrijk om te blijven beademen. Ja. En te monitoren van de vitale waardes. Komt helemaal goed. Goedendag. Goedendag. Hoi. Hey, even kijken. Vrouw gevallen van paard, trap nagekregen voor onze secundaire inzet. Wij gaan ons werk hier doen. Kun jij misschien al het EMC in kennis stellen dat ze alles gaan klaarzetten voor een landing van de heli? En ja, meteen een traumakamer kunnen regelen. Ja, oké. Oké, topje man. Oké, dan gaat de ingreep bij deze beginnen. Mochten die vitale waardes verslechteren of wat dan ook, collega meteen doorgeven. Ja, dan hoort u het van me. Maar eerst even Jat, nou, we moeten nog een infusie doen. Even medicatie toedienen. Dat ze wat meer in slaap komt. Goed, EMC is op de hoogte. Ja, topje man. Oké, medicatie is toegediend. Collega, kun je zo meteen even bij de nek voelen? Of het daar wat slapper wordt, dan weet ik dat ze echt in slaap is. Ja, ik ga even voelen. Het zal met... seconden of 10, 15 moeten. Ja, het begint inderdaad slapper te worden. Ik zie het ook op de lifepack. Okay. Hartslag daalt wat, dus dat gaat goed. Stabiele daling? Ja. Oké, dan gaat de ingreep nu beginnen. Collega, als jij me de spullen wilt aangeven, dan... Oké. Borstkas is open. Wat doet de hartslag? Nog steeds stabiel. Oké. Collega's politie, kunnen jullie alvast de brancard vanuit de helikopter pakken? Ja, hoor ik. Top. En de klem zit erop. Ja, bloeddruk inmiddels stabiel. Oké, top. Goed, gaan we het zo ver als even dichten. Verder top tot teen. Verdenking neurotrauma zei je? Ja, pupillen reageren niet even. Rechter blijft... die reageert totaal niet. Rechter heel langzaam. Mm. Ook goed te zien. Aan de mond hangt ook een beetje... puin, zeg maar. Oké.
misschien ook een verdenking van een bloeding. Ja? Ja. Het hoofd een beetje... Fast test kwam dus eigenlijk positief uit. Ja. Oké, dan hebben we dus ook nog verdenking van een bloeding na trauma in het hoofd. Is bekend hoe ze neer is gekomen? Trap nog tegen de hoofd heeft gekregen of zo? Hoe ver ik heb gehoord is ze van de paard afgevallen. Met haar hoofd op de grond terecht gekomen en daarna heeft de trappenpaard naar achter recht in, in de omgeving van de buik gegeven. Oké, nou, dan die bloeding in het hoofd moeten we dan uiteraard vaststellen met een CT-scan. Dan gaat ze sowieso weer naar. Goed, dit lijkt me verder allemaal stabiel. Dan lijkt het mij handig om er in de heli te stoppen en richting het EMC te gaan. Ja, lijkt me een strak plan. Ja? Dan gaan we er wel volledig stabiliseren. Kun jij misschien wel de... we hebben natuurlijk nog de plank. Goed. Gaan we door middel van headblocks en op de plank doen. Ja? Ja. En dan gaan we het volgende doen. Dan draaien we er op de zij van mij af. Dus richting het trapje hier. Leggen we de plank erachter en leggen we er weer terug met de rug. Dus op de plank. Vervolgens met de spin vastmaken en de headblocks. Nekraag had je omgedaan. Ja, die zit er al om. Toppie. Oké. Ja, voor iedereen duidelijk? Ja, helder. Oké. Dan gaan we draaien op 3. Op 6 ligt ze weer helemaal terug. Als collega van de politie naast mij hier zo die plank dan wil neerleggen voor mij. Ja, helemaal goed. Oké. 1, 2, 3. Ja, en leg maar neer. 4, 5, 6. Helemaal top. Oké. Collega's, Ambu, als jullie mij even kunnen helpen met stabiliseren, met immobiliseren, dan gaan wij daarna richting helikopter. Yes. Oké, het blok zitten zie ik en de spin zit vast. Gaan we tillen op 3? Iedereen handvat, lopen richting helikopter. Misschien is het handig als collega van de politie hier zo ook even mee wil tillen, dan kan ik de helikopter openen. En dan kan ik daar alles in klaarzetten dat ze naar binnen kan worden geschoven, ja? Jo. Collega ambulance neemt dan de leiding over het tillen over. Yes. Oké, heren, op 3. 1, 2, 3. Oké, dan gaan we rustig richting de helikopter. Hey, wake up. Pas hier op de hoofden. Misschien is het handig als we even achterlangs rondlopen. Ja, dat doen we ook. Yes, ook. Over de G, staat hij in het onderling contact over? Ja, helder. Staat hij in het onderling contact, zo te horen dus wel. Even een sitter vanuit de lifeline en wij gaan vertrekken richting het EMC. Ja, benomen. Ja, dan collega, dan gaan we nog even de lifepack omzetten vanaf de heli naar, of vanaf die van jou naar de heli. En dan kun je je lifepack meteen meenemen. Kijk eens. We wisselen gewoon kabels om. Yes, helemaal top. Krijg jij een nieuw setje kabels voor mij. Alsjeblieft. Yes. Hey, bedankt. Wij gaan opstijgen. Yes. Pas op met zand. En tot de volgende. Yo. Lifeline 2 kan niet opstijgen met iemand zo dichtbij over. Politie collega moet het gebied verlaten. Politie collega moet het gebied verlaten, anders kunnen wij niet opstijgen. Ja, dankjewel. Approach on 124.35.
MKA, lifeline 2. Echt het maar, over. We zijn onderweg EMC met de patiënt. Trauma. Uit. Connect door to tower Xena 128.15. 2815 at